zijn geweigerd. We komen er niet in. Dus dan komt Joy Joy ontmoeten. En dat was weer een bengel. Vroeger, toen deze op Rock'n Rollercoaster was. Ik zei toch dat je allemaal dingen ging laten zien. Ja. Kijk hoe mooi het kasteel erbij staat. Met die wolkjes erachter en die blauwe lucht. Ja, en toen bedacht ik ineens dat het 27 graden is. En dat die helemaal niet doorgaat. Wat denk je hiervan? Een heel schap vol met Stitch cuddlies. Maar jij hebt het gelijk over een crash. Emporium uit. Ja. En nog een cuddlies vast. Andere dingen gedaan die ik inderdaad niet zou doen, zoals die muurschot, die vond ik echt heel leuk. Hey, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Wij zijn weer in Disneyland. Hier is mijn zusje. Another day, another slay. Nou, we staan niet op mijn normale openingsplek. We staan hier voor het Disneyland Hotel. En dat heeft een reden. We zijn geweigerd. We komen er niet in. Nou, ik lach wel. Ik was flink chagrijnig net. Dat was echt niet normaal. Ja, ik heb zeg maar een jaarpas. Dus ik kan sowieso wel met extra magic time. Zullen we lopen ondertussen? Ja. Ja. En ik heb vriendenkaartjes gekocht voor mijn zusje. Er staat op de website ook niks van welke tijd je dan naar binnen mag. Nou, gisteren konden wij gewoon extra magic time pakken, zoals je ziet in mijn video. Ik ben een tijdje terug met Roeland geweest. Die had er ook een vriendenkaartje. Konden we ook gewoon extra magic time pakken. Dat is gewoon persoonlijk. Nee. Alleen vandaag komen we echt niet binnen. En hele discussies gaan ze met je aan. Nou ja, dan niet. Dan gaan wij lekker naar Brasserie Rosalie. Gaan we daar lekker ontbijten. Nee. Ik heb daar een video over opgenomen trouwens. Als je wil zien hoe dat ontbijt helemaal werkt. Daar dat menu en hoe dat eruit ziet. Dan kan je die kijken. Wij gaan nu ook lekker. Ik zou ook wel wat filmen. Maar niet zo uitgebreid als in die video. Dus ja, dan maken we er maar het beste van. Wel een beetje jammer, want we wilden heel graag eerst naar studio's. Oh ja, dat was echt balen. Ze waren echt zo onaardig daar, vond ik. Dat is echt niet leuk. Dus dan begin je dag ook niet lekker. Er staan er van die mensen achter je die ongeduldig zijn. En ik snap het allemaal. Maar ja, je kan er op zo'n moment ook niks aan doen. We gaan terug naar Village. Naar Brasserie Rosalie. Thanks. Oh, merci. Please. Thank you. Enjoy your meal. Thank you. Nou, poging nummer 2 om naar studio's te gaan. Ja. Het is inmiddels 5:05, dus we moeten binnen kunnen komen, anders is het echt iets mis met het ticket. Maar dat gaan ze allemaal lekker oplossen, want ik heb er hartstikke veel geld voor betaald. Nee, grapje. Nee, dat moet lukken. Ja. En de wachttijd was nog steeds 5 minuten voor Tower of Terror. Dus dat gaan we even lekker doen. Daar is Milou heel blij mee. Nou, oprecht, ik vind het niet. Hij was wel vet, hè? Hij was wel heel leuk. Hij is ook gewoon heel cool. Ik vond hem gisteren leuker alweer dan toen ik hem met Justin pas geleden heb gedaan. Want toen wist ik gewoon echt even niet meer hoe die ging. En toen was ik helemaal overrompeld door. Nee, maar, ja. En nu wist ik wat er ging komen. Ja. En dan kan je ook helemaal meer lachen. Niet. Want normaal gesproken vind ik het juist lekker, weet je wel. Dat je niet weet of je naar boven of beneden gaat. En nu zei hij dat. Dus nu ging ik daar even op letten. En dat klopt. Je voelt het op een gegeven moment echt niet meer. Niet meer, nee. En je ziet ook natuurlijk helemaal niks. Nee, maar ik bedoel meer. Vorige keer dacht ik dat het echt gewoon alleen een vrije val was. Dat je dan omhoog ging en dat je alleen maar naar beneden stortte. Was je er nooit in geweest? Jawel, maar echt lang geleden. En nu wist ik van je gaat van alle kanten keihard op. Dus ik was er een beetje op voorbereid. Omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, links, rechts. Op zijn kop, ondersteboven. En dat lijkt je gisteren. Nou, maar op een gegeven moment, als je dan naar die kooi kijkt, je ogen open houdt, lijkt het wel alsof die kooi ook echt helemaal zo... Ja? Ja, dat vond ik echt. Oh. Moet je maar eens kijken zo. Nou, op een gegeven moment zei het meisje, come with me. Jij zo, nee, ik wil niet meer. En het grappigste stukje was... Op een gegeven moment ga je zo 4 keer zo met jezelf die lift, zakken. Die, alsof die blijft hangen, maar dan gaat... Oh, ik heb daar echt gisteravond laat in bed nog op liggen lachen. Ja, heel de avond ging het daar nog over. Ja, op een gegeven moment sliepen we ook bijna. Toen zag ik jou in één keer, hoorde ik het weer zo voor me. Ga je dat nou weer doen? Misschien wel. Ja, waarschijnlijk wel. Ik ben echt kapot aan het gillen daar zo. Ja, maar die vrouw moest er ook echt heel erg om lachen. Ja, die vrouw naast mij, echt toen de eerste keer alweer het licht aanging, toen keek ik zo op zij en zij echt tranen in de ogen gewoon. Maar ik vind het wel ook lekker bevrijdend of zo om dan zo hard te gillen. Vind je dat niet? Ja. Ik vond het ook echt met die Flight Force. Ja. Als ik in mijn eentje ga, dan gil ik eigenlijk niet echt. Oh, wel. Nee, maar echt in mijn eentje single rider, zeg maar. Dan zit ik naast andere mensen. Maar als ik dan met iemand anders ben en comfortabel ben, dan denk ik van let's go. In de Baron ben ik wel vaak single rider geweest. En dan ga ik ook gewoon gillen. All out hoor. Dus dan ga ik wel in het begin, ja, ik ga wel gillen hoor. Oh ja. Zo'n beetje zo shy, weet je wel. Oh ja. Maar dit vind ik altijd zo'n mooi beeld. Dan zo blauwe lucht. Ja. En de Eiffel Tower. Ja, dat is heel creatief.
En alles echt super mooi. Nou, let's go to Tower of Terror. Wie had dat verwacht? Echt hè? Wie had dat verwacht? Ja. Dat we in studio's extra magic time, die we niet meer hebben, maar zouden beginnen. Ja. Ik heb pas geleden ook in studio's begonnen, maar het was alleen omdat Anger hier toen was. Oh, ja. Alleen voor character meet. Enjoy. Ja, dat was leuk geweest als Joy er nou nog steeds was. Dan kon Joy Joy ontmoeten. Dat was echt heel grappig. Ja. Good evening. Huh? Oh my god, ze zegt good evening. Waarom zegt ze good evening? 25 minuten zegt hij. Nou, ben benieuwd. Ja, wat ik zei, het park is helemaal uitverkocht vandaag, dus het is weer heel druk. We hebben ons een beetje op ingesteld dat we vandaag gewoon veel moeten gaan wachten. En dat maakt er ook niet zoveel uit. Gisteren hebben we hier ook iets van... Oh, wow, het zat helemaal daar vol. Maar gisteren hebben we ook iets van 25 minuten moeten wachten of zo hier, dus... Kom maar goed. Dus zijn we weer. Ja. Oh. Alles moet af straks. Huh? Alles moet af straks. Heb je er zin in? Ja, heel erg. Vind je het meer spannend nou? Beetje wel, ja. Ik ook maar helemaal gewoon ben. Maar ik heb wel altijd, als ik iets spannend vind, maar ik heb dan zeg maar daan overgegeven, dan gaat het. Ja, ik heb het boven straks weer even. Ja. Dan denk ik, nee, ik wil niet. Oh, nee, dat heb ik dan niet. Dan denk ik van, ga er maar gewoon, ga er maar. Dat zei ik ook gisteren, van nou wil ik ook wel gewoon gaan. Ja, dat is waar. Want dat duurt me te lang. Toen in één keer weer die defects waren. Oh ja, we waren maar 3 liften over gisteren. We zijn in de servicekamer. Oh ja. Op hoeveel staat je stopwatch nou? Hè? Ja, we hebben nog een klein rijtje te gaan en dan moeten we nog voor de liften wachten. Oh ja, bijna 25 minuten, 23 minuten. We zitten helemaal vooraan. Yay. Rij nummer 6. Niet? Ja. Oh mijn god. Dat klopt niet. Hij deed heel raar. Wat? Wij hebben een castmember hier, die laat ons continu schrikken. Helemaal in zijn rol, die man. Voor wie is zoeken? Is er nog olie bij snel? Ik heb gezegd dat je nog olie bij snel wilt. En dat was weer een bengel. Wij gillen echt wel hard van allemaal. Ja. Maar nou gilt er heel veel van. Ja, heel veel hè? Ja, echt heel veel. Waar staan we? Oh daar! Waar? 6-1-8. Je hebt best wel lekker ook dicht. We lopen nu in Adventure Campus of richting Adventure Campus. Nee, we zijn al op de Adventure Campus. We gaan naar Flight Force. Die was nu 20 minuten wachten, zagen we. Dus dat vinden we dan wel chill. En daarna willen we eigenlijk naar Toy Story Playland gaan. Even Slinky Dog doen en Cars Road Trip, maybe. Die zijn allebei 5 minuutjes. Toch even leuk om mee te pakken. Zijn we zo op de foto? Ik zal hem even invoegen. Ja. Wachten we even hier staan in de schaduw, doe ik even alles weer goed. Ja. En dan gaan we nu naar Toy Story Playland. Oh, wat zweten, armen. Wacht, zo. Oh, volgens mij is het iets van Marvel gaande. We hebben wel echt goede wakkerwoord. Nou, trouwens wakkerwoord, het is al 12. Vroeger, toen deze Rock 'n Rollercoaster was er een keer een avondje dat ook super rustig was. En toen hebben we deze echt achter elkaar doorgegaan heel de tijd. Mijn moeder zat er toen te wachten bij het restaurant. Ja. En wij maar gaan. Oh, is het al tijd voor cola? Ik denk het wel. Ik ben echt een beetje trillerig en misselijk altijd na zulke... Ja, daarom had ik even een beetje Skittles genomen. Ja, dat heb je allemaal op derde hoor. Ik had echt wat suiker nodig. Ik kreeg echt wel hypo daar joh. Oh ja? Ja. We gaan naar Toy Story Playland. Bye. Joy gaat met Joy op de foto. En met Anxiety. We zijn even popcorn aan te halen. Ik heb Anxiety gekozen. Daar heb ik alle 3 een keer gehad. En we hebben gemixt zoet en zout. Maar ja, zout is een beetje aan het ploppen nu. Zo leuk, hier kan je dus ook een sweet break nemen. Of heet het sweet break? Nee, ik weet niet of het ook sweet break heet. Maar dat je dan je drankje en je popcorn voor 8 euro hebt. In plaats van de popcorn 6,5 euro en je drankje los. Dus dat is dan een chille deal. Popcorn is achter de kiezen. Het was heel zout. We hadden echt ziek zoute popcorn. Met zoet wel. Nee, maar het was echt heel zout. Maar wel lekker. Nee, ik denk dat hij even out of service is. Maar wel goed voor de... Het vocht vasthouden tijdens het warme weer. Wij gaan via Toy Story Playland even naar Cars Road Trip. Die is 5 minuten. En daar hebben we zin in. Slinky Dog is 15 minuten. Dat vind ik het dan weer niet waard. Jij wel? 10 minuten is hij nou. We lopen zo even terug, ja? We lopen eerst naar het einde en dan lopen we terug.
Heb ik al gevlogd hier? Volgens mij niet, hè? Volgens mij ben ik bij Cars gebleven. We zijn gelopen naar de studio voor de Pixar Show. Daar staan we nu te wachten. Over 20 minuutjes begint hij. Dus heel veel zin in. Ik ben helemaal in Lotso thema. Dus pas goed bij de show. Oh, kijk eens, we zitten helemaal vooraan. Mooi plekje, hè? Kunnen we het goed zien. Ik heb er zin in. Ben benieuwd. Ik vind het heel leuk. Joy weet niet of ze het leuk vindt. Ja, ik... Ze zou het zelf niet kiezen. Nee. Nee. Ik zei toch dat je allemaal dingen ging laten zien. Ja. Ja. Straks ben je helemaal aan het huilen. Ja, dat weet ik nog niet, maar... We willen natuurlijk even je mening weten, wat je ervan vond. Ja, ik vond het leuk. Echt heel leuk. Echt leuk. Ja, oprecht. Had je echt niet verwacht? Nee, zeker niet. Ja, iedereen denkt met musicals meestal of met shows dat het een beetje saaiig is. Nee, ik vind musicals leuk, alleen ik wist niet wat ik kon verwachten. Ik wil die film Coco wil ik ook erg graag zien. Ja, erg graag. Je maakt niet een Poco Loco. Oh my god. Wat? Tower of Terror 50 minuten. Ja, dat ga ik niet doen. Nee, spijt me zeer. Nee, dat niet. Het is allemaal veel. Avengers 25. Zullen we gewoon nog even naar het andere park gaan? Ja. Niet dat we daar iets kunnen doen, maar misschien kunnen we nog even A Dream Is Shine Brighter. Nee, grapje. A Dream Is Shine Brighter. En Million Splashes van kijken. Ja, kijk maar. Een attractietje. Nou, we lopen er weer langs, een Studio Theater. Echt een aanrader. Dus ik heb het al vaker in mijn vlogs gezegd. Maar als je deze kan kijken... Ik zou het echt doen. Echt superleuk. Echt een mooi verhaal. Ja, zelfs Joy vond het leuk. Alle Pixar films. Ja, ze maken er echt iets heel leuks van. Dus aanrader. Wij lopen nu deze kant op. Langs Studio One. Studios uit. In de main park, hier zo op Town Square, en we gaan even naar Flora's Boutique. Daar ben ik echt al een poosje niet geweest, dus we gaan eventjes kijken naar de spulletjes daar. De spulletjes die ik echt al heel vaak heb gezien, maar die altijd leuk blijven om te kijken. Dus we gaan eventjes de winkel in. Nou, het is lekker rustig hier. Heerlijk. Oh ja, hier heb je nog steeds die street style collectie die ik een tijdje terug heb gefilmd. Nou, die loopt ook niet heel hard zoals je ziet. Had ik ook niet per se verwacht. Oh, die schaaltjes hadden ze toen volgens mij nog niet. Nee, die hadden ze toen nog niet. Even kijken. Oh, wat leuk. Het schaaltje is €13. Kijk, hier heb je dus die Disneyland Paris met die gravity stijl. En dan in het midden zie je, of aan het randje zie je allerlei dingetjes terugkomen van deze merchandise. En volgens mij hadden ze deze fles hadden ze ook nog niet. Een thermosfles met Donald Duck erop. Heel leuk. Kijk, €25 is deze. En ik zie hier ook nog, het lijkt wel een blikje. Ja, ik denk ook dat het een blikje is om uit te drinken. En deze is €20. Ook thermos met een drinktuitje hier aan. Oh, even kijken hoor. Dat gaat niet heel makkelijk. Oké, okay, zo. Drinktuitje hier. Ja, ja. Drinktuitje. €20 wat ik zei. Daar heb je zowel Mickey als Donald. Nee, dat is niet waar. Dus dit blikje is met Mickey. De fles is met Donald daarachter. Die. En hierachter staat nog Disneyland Paris. Het is echt mega rustig. Ik heb ook het idee dat het wel komt omdat er geen doorgang meer is vanuit de Candy Palace. Dus de snoepwinkel. Het was eerst daar. Achterin was een doorgang. Dus dan liep je altijd van winkel naar winkel. En dat is nu gewoon niet meer. Dus je moet echt bewust deze winkel inlopen nu. Dan heb je de Disneyland Paris merchandise. Hier wat items met korting. Ik denk dat het grotendeels dit in de korting is dan. Heel leuk. En verder hebben ze daar in de verte ook nog de Disneyland Paris met de aristocratten merchandise. En dat is deze merchandise, die is wat chiquer. Heb ik al een aantal keer voorbij laten komen in mijn vlogs. Het goud en het zwart. En ze hadden ook een spirit jersey daar eerst van. Die hebben ze nou niet meer. Wel nog deze poncho-achtig. Hoe noem je dat? Ja, volgens mij is dat de poncho toch? En de oortjes hebben ze ook nog wel. Deze oortjes. Wow. Leuke dingetjes met de aristocratten erop. Bijvoorbeeld dit notitieboekje ook. Dan zie je ze zo zitten naar de Eiffeltoren kijken. Heel schattig. Dus dat is Flora's Boutique at the moment. We zijn nu even de andere winkel ingelopen. Ook hier zie je dus weer dat het dicht is, de verbinding naar de snoepwinkel. Maar ook hier vind ik het niet heel druk hoor, momenteel. Dit is die kinder fashion winkel. En als we hier dan doorlopen, dan kom je bij Main Street Motors uit. Dat vind ik wel een leuke winkel ook zelf. Met fashion voor ons. En ook hier niet heel druk, vind ik.
Hier zie je weer die nieuwe collectie. Die met die gouden pailletten en de spirit jersey met Disneyland Paris. Kijk, en die gouden stippen onderin. Ik heb dit in mijn vlog gisteren ook laten zien. Dus deze is nieuw. Spirit jersey is 80 volgens mij. Loungefly 100 en de oortjes €35. Nou, ik verlaat Main Street Motors. Jordy wil nog even koffie halen. En ik niet, maar we moeten even kijken wat we gaan doen, want de wachttijden zijn echt enorm. Echt enorm. Dus lijstje was 80 minuten. Echt niet normaal. Maar we kunnen wel even zitten gewoon dan, dat je even koffie drinkt. Over 3 kwartier starten we weer in Amsterdam. Misschien dat ik die ga kijken en Joy misschien een single ride ergens doet. Maar voor nu gaan we even koffie halen. Ik ben inmiddels op de plaza. Kijk hoe mooi het kasteel erbij staat met die wolkjes erachter en die blauwe lucht. Echt prachtig. Maar ja, ik loop hier dus. Ik denk, oh, over 10 minuten begint Amstok. Kijk even hoe rustig het nog is. Ook aan de lijnen en zo. Ja, en toen bedacht ik ineens dat het 27 graden is en dat hij helemaal niet doorgaat. Hij wordt nu gewoon sowieso adapted. Dus, ja. Nou, dat hoeft dus niet. Mijn zusje is een hotdog gaan eten. Dus ik denk dat ik gewoon eventjes ook naar haar toe ga dan. Joy is een hotdog aan het eten. Hier zie je een stukje ervan. Ze doen tegenwoordig doen ze saus en alle benodigdheden eronder. Oh, sorry, nou zit ik aan je brood. Ja. Oké. Okay. Maar, vind je hem lekker? Ja. Ja? De laatste keer dat ik een hotdog heb gegeten was niet zo'n succes. Toen was die echt heel droog. Nee. We zitten trouwens bij Casey's Corner. Dus we zitten ook binnen in het restaurant. Heel leuk. Ik ben hier dus nog nooit eerder geweest. Ik zit hier voor het eerst in mijn leven. Dat is echt super grappig. Jij ook, hè? Wij hebben hier vroeger ook nooit binnen gezeten. Nee, alleen buiten. Alleen buiten, ja. Of in de arcade. Dus leuk om dit te zien. Allemaal Coca-Cola en een beetje oud-Amerikaans. Ja. Ja, wel leuk. Nou, eet smakelijk, meid. Dank je. Amsterdam was een groot succes. Amsterdam was een groot succes, Mont. Beetje jammer. Wacht, adapted version. Van Amstok en dan doen alleen de dansers op de podia een heel klein stukje van de dans, alleen de intro en de outro. Ja. En de Disney figuren blijven op de float staan. Ik kom eraan, ja. Jij gaat zo erin. Ja. En ja, dat is het eigenlijk. Het is gewoon veel te warm natuurlijk voor hun om te dansen. Dus ik ben nu eventjes naar Tanah Mesa Store gelopen. Ik had een leuk shirtje gezien van Toy Story. En volgens mij is die nieuw en ik wil die dus even meenemen voor Deentje, want Deentje is heel erg fan van Toy Story. En ik vond hem helemaal niet duur. Dus ik dacht, nou, leuk cadeautje. Kijk, dit is hem. Let's Ride Cowboy, Disneyland Paris. En dan Woody's Alive en dan je gezichtje van je kindje. Echt super schattig. Aan de achterkant niks. Maar deze is dus €18 of €16. €18, dat vind ik echt heel erg meevallen. Ik had natuurlijk iets van korting ook nog van mijn jaarpas, 15%. Dus ja, voor mij is dan ja, iets van €15. En dat vind ik eigenlijk wel gewoon de normale prijs van een t-shirt. Dus ja, ik vind hem heel leuk. Ook dit leuk, die elementjes van Disneyland Parijs zelf en studio's. En dan zie je hier ook die parachute drop, die attractie van Toy Story. En hier ook nog die RC Racer, dus dat is wel heel erg leuk. Jammer dat ze Slinky Dog er niet bij hebben. Deze dus, die vond ik heel leuk. Oeh, ze hebben nieuwe Kiddlies hier van Jack Skellington. Hoe leuk. Wow, hij is echt best wel zwaar, best wel groot. Echt een grote Kiddlies is dit. Best wel goed gevuld, zeg maar. €50 heeft deze. Ja, je hebt echt verschillen in die cuddlies. Deze heeft echt heel veel vulling, zeg maar, hierin zitten. Waardoor die echt wel een stuk zwaarder is. Ik vind hem wel schattig. Die zijn ook in het park. Ik had ze wel online gezien in de Disney Store, maar nou ook in het park dus. En een pin trading board staat er weer. Ik ga eventjes kijken of er iets leuks bij zit. Misschien wil ruilen. Ik heb al een paar pins bij me. We lopen Frontierland alweer uit. We lopen nu richting Discoveryland. Ik wil eventjes naar Constellations. Gaan ze bij de station dan komen? Ja, hebben ze ook. Kan je ook daar halen, ja. Ik wil daar een Cuddlies kopen. Die wil ik weggeven voor een winactie. En we hebben dan besloten om richting de auto te gaan. Het is nu inmiddels 4 uur bijna. Ja. De dag is echt voorbij gevlogen bij jou. Ja, echt, het hè? Is ook echt gewoon niet zo normaal. Druk en warm. Het is echt ontzettend druk. Ik zal even prinsvriendin doen van de wachttijden. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Zelfs vorig jaar mijn prinsessenweek niet. Toen was het ook heel de week uitverkocht het park. De wachttijden zijn gewoon 85 minuten, 100 minuten. Echt alles. En als je er dan bent, dan is het meestal ook nog langer. Ja. Maar goed, wij hebben een heel leuke dag gehad sowieso. We gaan nu gewoon nog eventjes winkeltjes in. Het is inmiddels ook 28 graden, dus best wel warm. Ja. En het is mooi geweest. In november zijn we weer terug. Ja.
4 uur rijden? We moeten nog 4 uur rijden, ja. Dus verstandige keuze. Mooi dit. Het is mooi geweest. Ja, dat heb je zag ik wel vaker. Je kan dan wel door blijven gaan omdat je in Disneyland bent. En je hebt ervoor betaald, maar voor, ja, voor wat dan, zeg maar. Dan heb je... Dan zit je hier maar tijd te rekken. Kijk, ze zijn er bezig in de afschieting van Space Mountain. Oh, Space Mountain is zo heel de dag dicht. Heel de dag al dicht. Ja. Oh, er zijn allemaal mensen, ja. Zie je dat? Ik zie het. Oh, jammer dat je daar niet in kon. Ja, nee. Ja, misschien wel een keer. Dat is de universe. Ja, dat is de universe. Nee, waarschijnlijk had je dan... Crash. Waarschijnlijk had je dan... Nee. Vastgestaan. Jij hebt het gelijk over een crash. Ja, Final Destination shit. Final Destination. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Is dat een film? Ja, die film dat Derailed. Heb je hem gezien? Nee, maar ik kijk nooit films eigenlijk. Maar ik ben van de horror en okay. De crime. Maar kijk, er zijn echt 2 of 3 mannen. Ja, ik zie het, ja. We gaan Constellations. Bye! Secured the Cuddlies. Ik heb ook nog een pin getrayed. Deze Mickey Mouse van Woody. Ik denk dat het Woody is eigenlijk. Ja, ik denk het wel. Ja, sowieso 100%. Tegen een tiara die ik had gekocht op Disney Store. Dus ben ik heel blij mee. We gaan nu naar Emporium, want Jerry wil nog een magneetje kopen. En laatste dingetjes even kijken. We staan bij Emporium magneten uit te kiezen. En ik sta hier bij de sleutelhangers. Hey! En ik zie ineens deze van Mulan. Die heb ik echt nog nooit gezien. Ik weet niet of die nieuw is hoor, maar ik heb hem nooit gezien. 7 euro. En deze, die zag ik net ook al in de Tanda Mesa store. Jasmin, ook 7 euro. Superleuk. Echt leuke sleutelhangertjes. Ze hebben ook de Pixar bal. Wat hebben ze nog meer? Sneeuwwitje hierboven. Sorry, ik zal er niet over slaan, maar die heb ik al wel eens gezien. Nou, en hier heb je de lettertjes. En hier heb je allemaal Marvel dingetjes. Wat denk je hiervan? Een heel schap vol met Stitch Cuddlies. Behalve deze dan. Een beetje spelbrekers dit. En hier hebben we nog de grote Dumbo. En wat hebben ze nog meer? De Groot Cuddlies zijn nou ook 40%. En ze hebben dan Winnie en Dumbo, Simba. Emporium uit. Ja. En nog een Cuddly vast. Cuddly. Nog een Cuddly. Deze was 40% korting, zoals ik net liet zien. En toen dacht ik, ja. En toen dacht ik, Vaas, die vindt deze heel leuk. En ik heb ook nog 15 extra. Dus toen heb ik met Justin overlegd en nou heb ik hem mee. Maar nou zit ik dus te denken, ik heb het Woody shirt voor Deen. En deze voor Vaas. Nou heb ik niks voor Imme. Dat is wel Nee, ja. Maar dat is wel een beetje kloten. Ze hadden een Lilo en Stitty brush set. 35% korting. Brush? Ja, make-up. Nee. Nou, daar zitten we dan. Voor het hotel, voor het station. Afsluitplekkie. Ja. Vond je het gezellig? Onwijs. Onwijs. Heel leuk. Zitten we dan met onze kuddies. Ja, ik wou net zeggen. Leuk, het was gezellig, het was warm, het was druk, het was veel. Maar wel erg leuk. Maar wel positief. Andere dingen gedaan die ik inderdaad niet zou doen. Zoals die muurschool. Die vond ik echt heel leuk. Echt, dat meen ik echt oprecht. Vanuit de tenen. En Amsok ook, hè? Vond ik echt leuk. Amsok ook. Ja, zeker. Amsok. Een miljoen flesjes gevallen. Ja, nee. De Tower of Terror 2 keer gehad. 2 keer de Avengers gehad. Ja, geslaagd. Wat zijn nou ook weer net Avengers? Avengers, ja, wat ik veel. En Buslijntje 2 keer van Blinkt aan de Mouse. Ja. Moet je die heb je ook al nog niet gehad. Die gedaan. Heb ik ook al jaren niet gedaan. Die hebben we dan gisteren op de vlog gezet. Ook gezet. Gezetten. Nee, nou goed. Leuke dingen gedaan. Leuke dingen gedaan. Ik hoop dat jij het ook leuk vond om te zien. Wat ik al eerder zei, we zijn in november ook weer terug. Dus dan zijn we met de hele familie te slapen in Newport B. Dat is Joy ook jarig. We hebben echt super veel leuke dingen. En zonder de kinderen. Zonder de kinderen. Dat vind ik wel gek. We zijn er ook zonder kinderen. Nee, maar om mijn verjaardag zonder mijn kind. Oh, ja, dat is wel een beetje gek, ja. Ja. Heb ik helemaal niet over nagedacht. Nee. Oh ja. Dat geeft niet, maar even eentje de eerste keer zijn, ja. Ja, toch? Bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat zeker. Er komt nog heel erg veel leuke content aan. Ik ben iedere maand in Disneyland Parijs. Volgende maand ben ik ook weer in september. Eigenlijk ben ik er volgende week alweer. En dan ga ik ook iets heel leuks doen. Dan ga ik in Santa Fe slapen. Heb ik echt al super lang niet geslapen. Komt een uitgebreide video ook over online. Is echt een van de meest gestelde vragen van de laatste tijd. Heb je ook een hotelreview van Santa Fe? Ja, er zijn heel veel mensen die benieuwd naar. Leuk. Want ik ga in best wel veel hotels toe. Ik heb natuurlijk sowieso offsite mijn standaard hotel Eckloop ook een video van online staan. En ik heb de afgelopen tijd in Disneyland Hotel staat natuurlijk een video van online. Dit hotel achter ons super mooi. Sequoia heb ik een video van online. Cheyenne heb ik een video van online. Marvel komt een video over online. En dan blijft Santa Fe nog over. Terwijl dat het hotel Newport waren. Newport B ga ik ook doen. Ja. Trouwens, als we dan zijn. Maar wij gingen altijd naar Santa Fe. Wij gingen altijd naar Santa Fe. Ja. Ja, dus, dat ik... dus ik ben ook echt heel erg benieuwd. Het voelt een beetje ook inderdaad als nostalgie. Ja.
Nou ja, goed. Dus dat ga ik volgende week doen. In september ben ik weer terug, want dan hebben we de Annual Pass Night. Dan hebben we een feestje voor de jaarpashouders. Ook superleuk. Back to the zeros is het. Dus daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ja, komt heel erg veel leuks aan. Dus abonneer zeker. En bedankt voor het kijken naar deze video. Doei!